Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Allah kita hidup. Ons God leeft. Amen. 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 Luar biasa. Buitengewoon. Dahsyat. En overweldigend. Sudah alami kedahsyatan Tuhan. Heeft u de overweldigendheid van de Heer al ervaren? Setiap hari kita anak Allah harus alami Bapaknya. Elke dag bij ons kinderen van God moeten ervaren onze Vader. Punya Bapak yang dahsyat. We hebben een overweldigende Vader. Anaknya harus dahsyat. En de kinderen moeten geweldig zijn, overweldigend. Amen. 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 Saya setiap hari mengalami mujizat Tuhan soalnya. Ik ervaar namelijk elke dag een wonder van God. Jadi kalau orang tanya sama saya, Allah kamu seperti apa? En dat mensen dus aan mij vragen, hoe God hoe ziet die eruit? Allah saya dahsyat luar biasa. Amen. Mijn God is overweldigend buitengewoon. Karena dia hidup. Omdat hij leeft. Dia tahu apa yang saya alami. En hij weet ook wat ik allemaal meemaak. Amen. 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 Terkadang. Soms is het zo. Hanya timbul di dalam hati. Dat het alleen maar in uw hart voortkomt. Tuhan zelf. En de Heer zal het antwoorden. Belum sempat minta. U heeft het nog niet gevraagd? Dia sudah beri. En hij heeft het u al gegeven. Itulah hari-hari lepas hari saya. En dat zijn eigenlijk dag na dag zoals het bij mij gaat. Ja, saya seorang penginjil. Ik ben een evangelist. Semua tahu. Iedereen weet dat. Ya, nggak punya gereja. Ik heb geen kerk. Karena saya sudah jalan-jalan ke desa, ke gunung, ke luar negeri. Omdat ik altijd onderweg ben, zeg maar, naar de dorpen, naar de bergen, en altijd naar buitenland. Tidak menggembalakan. Ik ben geen herder. Tidak ada gaji. Ik heb geen herder, ik heb geen salaris. Tidak punya collecte. Ik heb geen collecte. Apalagi yang lain. Wat nog meer, alle andere dingen. Tapi saya kepeduli. Maar dat maakt me allemaal niet uit. Yang penting saya punya Allah. Het belangrijkste is dat ik God heb. Dengan mempunyai Allah dalam hidup saya. En dat ik met God heb in mijn leven. Saya membuktikan kepada semua orang. Dat bewijs ik dan ook aan ieder. Bahwa Allah itu hidup. Dat God leeft. Jadi jangan takut. Dus wees niet bang, vrees niet. Amen. Amen. Tahun ini aja saya sudah dua kali kesini. Dit jaar ben ik al twee keer hierheen gekomen. So jalan-jalan terus. Dus ik ben door aan het reizen. Yeah. Saya dari UK. Ik kom van de UK, van mijn dua minggu. Twee weken. Kesini. Dan ben ik hierheen gekomen. Tiga minggu. Drie weken. Tanggal 23. Kembali ke Indonesia. En de 23e zal ik weer terug gaan naar Indonesië. Tanggal 1 sudah di Bali. En de eerste ben ik al in de Bali. Halleluja. Halleluja. Orang mikir. En de mensen denken. Ya, lu ngapain? Wat doe je eigenlijk? Ya. Menceritakan perbuatan Allahku yang besar. Ik vertel al de daden van mijn God die zo groot is. Amen. Amen. Tadi malam. Gisteravond. Buka ATM dalam M-Banking BCA. Dan heb ik mijn BCA geopend. Tuhan kok gak ada berkat? En zeg je, is dat geen zegen? Ya, tadi di kereta. Net in de trein. Tuhan bilang buka. Heeft de Heer gezegd, open het weer. Saya buka. En ik heb het weer ontvangen. Saya kasih lihat ini. En ik heb het laten zien. En lihat ke dia. Ik zeg, kijk hier, kijk. Ada, Tuhan kirim. Daar is hier, kijk, de Heer heeft me iets gestuurd. Halleluja. Halleluja. Dia tuh anaknya tukang makan. Want hij zei ze iemand die houdt van eten. Ya, saya memang tukang makan. Ik hou dus inderdaad van eten. Kalau makanan gak enak gak mau. En als het eten niet lekker is, dan schaam ik me er ook niet voor. Saya jujur, kalau yang gak enak gue gak mau. En als ik ben eerlijk, als het niet lekker is, dan wil ik het niet. Saya mau makan yang enak. Want ik wil alleen maar lekkere dingen eten. Lah, kenapa tidak? Ya, waarom niet? Lah, punya Allah yang hidup. We hebben toch een levende God. Yang memberkati, die ons zegent, punya segala-galanya, die alles bezit, kenapa anaknya kayak orang miskin? En waarom moeten de kinderen dan zijn als armen? Apalagi kayak pengemis. Wat nog te meer als ze een bedelaar zijn? Mari tolong kita ubah sedikit pola pikir kita. Kom, laten we onze manier van denken eventjes anders zetten. Amen. 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 Terkadang orang yang kaya aja kayak orang miskin. En soms zijn er mensen die rijk zijn, die zijn als dat ze arm zijn. Betul? Klopt dat? Ja, duit banyak. Ze hebben heel veel geld. Takut pakai. Maar ze zijn bang om het uit te geven. Takut memberi. Ze zijn bang om te geven. Halleluja. Halleluja. Saya nggak punya apa-apa. Ik heb niks. Tapi, maar setiap bulan kasih 600 kakak sembako. En elke maand geef ik 600 personen voedsel. Kenapa 600 kakak itu kalau satu keluarga punya 3
Dus als het een gezin zeg maar 3 of 4 personen heeft, is het wel 600. Ya. 80 pendeta. 80 voorgangers. Setiap bulan. Elke maand. Jangan tanya uang dari mana. En vraag me niet waar het vandaan komt. Tapi kepada Bapa. Want ik kijk naar de Vader. Amen. 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 Kenapa orang yang percaya? Tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Want mensen die geloven, dat is niet zo mogelijk voor hen. Amen. Amen. Saya tiap hari hidup saya modelnya begini. En elke dag is mijn leven op deze manier. Tiap hari. Elke dag. Ya. Pada berjalan ke sini. Terwijl ik hier onderweg was hier naartoe. Bankaccount saya kosong. Sorry, maar. Kosong. Was. Bankaccount. Bank. Oh, mijn bank was leeg. Ya, lagi kata duit. Er was helemaal geen geld. Pagi-pagi bangun. Soms stond ik. Hari Kamis saya berangkat. En toen op de dag moest ik me vertrekken. Hari Rabu. Woensdag. Saya ngomong sama Tuhan bangun tidur. En ik heb iemand wakker gemaakt. Die zei: Bapak besok udah berangkat. Bapak morgen ga ik al vertrekken. Minta uang jajan. Wat zijn zij? Nou, ik maak wat geld, een ton geld. Voor te betalen. Om te betalen. Ja. Sorry. S'avonds, in de namiddag. Seseorang telepon saya. Is er een persoon die mij belt? Ya. Jadi, saya cerita firman Injil keluarga itu. Dus ik heb alles verteld en ik heb ze geëvangeliseerd. Dat zo akan. Ik heb voor ze gebeden. Udah tutup telepon. Ik heb de telefoon al dicht gedaan op. Istrinya WA saya. En toen heeft die vrouw een WhatsApp gestuurd. Bu Mary. Ibu Mary. Suamiku tergerak kasih you 5.000 euro. Mijn man is bewogen om je 5.000 euro te geven. Minta manusia? Vraag van de mensen? Iya. Nee. Punya bapak yang ajaib. Want ik heb een wonderbaarlijke vader. Amen. 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 Jadi saya punya uang jajan. Dus ik heb ja, zak geld zeg maar. Makanya nggak minta sama pariki. Tidak minta sama pariki. Dus ik hoef niet te vragen aan pariki. Ik heb zak geld, dus ik hoef niet te vragen. Haleluya. Haleluya. Saya ngomong kalau orang tidak duduk di samping saya. En als mensen niet naast mij zitten. Tidak saya kasih ya bukti. En ik kan er niet bewijs laten zien. Orang tuh gak bakal percaya. En dan geloven ze het niet. Masa sih? Hoe kan dat toch? Masa sih you alami itu setiap hari? Hoe kan dat toch dat je dat elke dag meemaakt? Maka saya buka. Saya setiap kali suka buka kepada orang yang duduk di samping saya. Open ik het al, laat ik het altijd zien aan de mensen die naast mij zitten. Maksud saya adalah anak-anak Tuhan. En mijn bedoeling is daarmee dat kinderen van God harus punya pengharapan kepada Allah. Moeten die hoop hebben in God. Amen. Amen. Karena orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Want mensen die hoop vestigen op God, die zullen nooit teleurgesteld zijn. Apapun persoalan. Wat uw problemen ook mogen zijn. Allah sanggup menolong engkau. De Heer God wil u helpen. Amen. Amen. Ya, Anda di sini tuh enak. U hier heeft het goed, heeft het prettig. Semua dapat gaji. Iedereen krijgt salaris. Betul. Klopt dat? Ya. Rumah tangga suami istri ada gaji. In de gezinnen, man en vrouw, ze hebben een inkomen. Oh, is dat keuangan, tidak masalah. Dus als ze over geld hebben, daar hebben ze nooit problemen mee. Karena semuanya ada. Want alles is er. Mungkin jadi pengharapan Anda kepada Bapak. Misschien is uw hoop gericht op de Vader. Udah bukan ke dalam keuangan. Niet meer gericht zeg maar op de financiën. Tapi kan bahaya sekali dalam persoalan dalam hidup kita. Maar heel vaak is het dan eerder problemen in ons leven. Anda tetap bisa mengandalkan Tuhan. Dat is je nog steeds kunt vertrouwen of bouwen op Tuhan. Amen. Amen. Kaki saya sakit. Mijn voet doet zeer, mijn been. Ya, di sininya sakit. Dat doet hier aan de binnenkant van mijn been. Karena ik kan jalan. Omdat ik veel loop. Ya. Satu hari. Satu hari. Ja, zo op een dag. Saya nonton suka televisi. Ben ik TV aan het kijken. En dan seorang hamba Tuhan sedang khotbah. En dan is een dienstknecht van God die preekt. Dia selalu ngomong sama saya. En die, het is soms tegen mij klaar. Dia berkata di dalam Keluaran 23:25, Tuhan bukan menjauhkan penyakit daripadamu. In Exodus 23:25 heeft de Heer gezegd dat hij niet de ziekte van mij weg zal nemen. Tapi Tuhan adalah turning of your sickness. Maar de Heer is degene die heerst over jouw ziektes. Saya aminkan. En daar zeg ik amen op. Saya pegang kaki saya. En ik heb mijn voet beetgepakt. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Tidak sakit lagi. Ik heb geen pijn meer. Amen. Amen. Persoalan
kecil-kecil dalam hidup. Er zijn de kleine problemen in uw leven. Tuhan jawab. De Heere antwoordt. Ja, mari kita lihat Mazmur 147 ayat 11. Laten we kijken naar Psalm 137 en dan vers 11. Dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Dus in Psalm 137 staat het artikeltje. 147, 11. Oh, 147. En dan vers 11. De Heere heeft welbehagen in wie hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Ja, pas nou. De Heer is daar blij mee. Bagaimana caranya kita mau menyenangkan hati Tuhan? En hoe is dan de manier zodat wij de Heer zeg maar willen behagen? Belajar takut sama Dia. En leer dan om ook vrees te voor hem. Amen. Amen. Saya selalu ngomong orang berbuat salah. En ik zeg altijd tegen mensen die fouten maken. Terkadang kita hanya takut kalau di depan orang ada lihat kita buat salah. En soms zijn we alleen maar bang als wij voor mensen zijn die zien dat wij fout doen. Tapi saya mau katakan kepada Anda. Maar ik wil u zeggen. Dimanapun ada sembunyi, Tuhan tahu apa yang kamu buat. Waar u het ook verbergen of wat u ook verborgen houdt, de Heer weet het. Amen. Amen. Jadi takut akan Allah. Dus vrees van God. Itu harus ada di dalam hati kita. Dat moet dus in ons hart zijn. Supaya setiap saat kita hidup memang takut akan Dia. Zodat elk moment dat we leven, dat wij leven in de vrees van Hem. Bukan takut yang seperti kita takut kesetan. En niet dat we vrezen of dat we soms vrezen voor de Satan. Pertanyaannya adalah. Wat de vraag is. Anda lebih takut Allah atau takut setan? Tolong dijawab. Vreest u meer voor God of vreest u meer voor de duivel? Dat antwoord u maar. Hè? Hè? Rasanya lebih takut setan kan? En de meeste mensen zeggen zo, ze zijn bang voor de duivel. Dan lebih takut Allah. In plaats van ze vrezen voor God. Saya melihat banyak orang Kristen. Ik zie heel veel Christenen. Ya, ya maaf aja, seringkali Bu Mary tolong doakan gudang saya. Sorry, wat vaak zegt ze ook zo, Ibu Mary bid dan ook voor mijn gudang is. Gudang. Oh, voor mijn schuur, ya voor mijn schuur. Ya. Begitu sampai ke gudangnya. Dus voor die voorraadkamer zeg maar. Buka pintu. Voorraadkamer, ze doen de deur open van de stoel. Tuhan rumah harus yang masuk dulu kan. En dan komt de Heer dus huis en die moet eerst binnen, maar eerst naar binnen. Saya didorong. Maar ik word het eerst naar binnen geduwd. Karena lebih takut setan. Want ze zijn weer bang voor de duivel. Hey, itu takut akan Allah itu harus menyatu dengan dirimu. Dus vrezen van God, dat moet eigenlijk één zijn met u. Amen. Amen. Kalau sudah menyatu dengan diri kita, want als u al de God tegen ons één is met u, kita pasti takut bikin dosa. Dan zijn wij zeker bang om te zondigen. Amen. Amen. Oh, bohong ya, mau apa kita pasti takut. Want of je nou wil liegen of wat je ook wil doen, je bent zeker bang. Tapi kalau kita tidak ada orang lihat atau tidak ada yang tahu kita, maar als wij weten dat niemand die het ziet of niemand die het weet van ons, kita seringkali bikin dosa. Dan zondigen wij vaak. Ya, Pak Iya. Ya, ya. Kalau kita takut akan Allah, percaya Allah cinta setengah mati sama Anda. Dus als wij zeg maar dus geloven in God, vertrouwen op God met heel je hart. Saya termasuk orang yang mencintai Tuhan. Ik ben iemand die houdt van de Heer. Sangat mencinta. Ik ben erg geliefd door de Heer. Benar-benar dicintai. Ik ben werkelijk geliefd door de Heer. Satu hari. Dus op een dag. Di bulan Juni, Juli. In de maand juni. Ya, Juli. Uang saya tinggal 185.000 12 euro. Dus was het 180. Ya, 12 euro. Ya. Banyak ya? Dus veel, dus behoorlijk veel. Udah gak bisa keluar dari ATM itu doi. Maar kon niet meer vanuit de ATM, vanuit de automaat worden. Saya tidak cari satu manusia. Ik zoek geen één mens, wie dan ook niet. Saya olahraga di rumah. En ik sport thuis. Saya angkat HP sambil dengan puji-pujian. Dus ik heb de HP en dan zingen in de lof zangen. Haleluya. Haleluya. Bapak, kau tahu rekening saya 185.000. Want u weet hier hoeveel ik nog heb aan geld. Tapi saya gak mau minta orang. Maar ik wil niet vragen aan mensen. Gak mau, Tuhan. Karena saya anakmu.
hoe dan Heer, want ik ben uw kind. Zij niet akan minta sama manusia. Ik zal het niet vragen aan de mens. Karena saya punya engkau. Want ik heb u. Saya jarang melarang kamu takutan, kalau semua. Ik ga sporten, zeg maar, hebben rondjes draaien in thuis. Ja, Bapak, engkau lah Allahku, Bapak, engkau Tuhanku, aku percaya ada berkat, aku percaya Tuhan, engkau memberkati, aku tidak percaya kalau tidak ada berkat. Vader, u bent mijn Heer, u bent mijn God Heer, en ik vertrouw op u dat u mij zult zegenen. Ik geloof dat, niet dat u me niet zult zegenen. En dan op een gegeven moment komt dat eruit. En ik bid voor een persoon die En dat is een persoon die ongeveer 10 jaar lang geen contact met mij heeft gehad. Ze berdoa Tuhan berkati dia keluarganya, damai sejahtera turun atas dia. En ik heb gezegd, Heer, ik bid voor die persoon, zegen die persoon, dat de vrede over hem mag nederdalen. Hari Jumat. En vrijdag. Itu dua hari setelah doa. Dat is twee dagen na. Kami lagi Zoom meeting. We hadden een Zoom meeting. Ada WA masuk. Er is een WhatsAppje wat binnenkomt. Ibu Mary. Ibu Mary. Kamu sehat. Bent u gezond? Saya berharap kamu selalu sehat. Ik hoop dat u altijd gezond bent. Saya ada berkat sedikit. Ik heb een klein beetje zegen. 2000 euro. Allah Emma, is God geweldig. Allah Dasya, is God geweldig. Tidak perlu minta sama orang. Je hoeft het niet te vragen aan mensen. Tidak perlu. Dat is niet nodig. Berharap sama Tuhan. Maar je moet gewoon je hoop vestigen. Karena dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Want er wordt gezegd, de Heer heeft welbehagen in hem die hem vrezen, in hem die hem vrezen en die op zijn goede tierenheid hopen. Kalau je berharap sama kasih setia Allah. Dat was uw hoop op de goede tierenheid is, Heer. Kasih Allah itu menyelamatkan kita. Want die liefde van God is het die ons redt. Amen. Amen. Kalau kasih Allah bisa menyelamatkan hidupmu. En als die liefde van God uw leven kan redden. Masa ya kamu punya hidup hari-hari dia tidak bisa selamatkan. Hoe is het dan dat u een leven heeft, zeg maar, dat u niets tot redding kan brengen? Amen. Amen. Mau tertekan dengan orang. Of u daar problemen mee hebt. Karena u tahu di Belanda ini banyak ribut. Want u weet dat overal zijn heel veel ruzies. Ya, tiap saya datang, dengar aja. Elke keer als ik er kom, moet ik er maar mee naar luisteren. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Maar ik geloof dat hier niet is. Amen. Maksud saya nggak ada yang ngaku gitu. En bedoel ik is dat niemand het hier toegeeft. Ya, en ik ben dan toch wel in de war. Tapi saya percaya kalau orang yang berharap sama Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan akan jadikan baik. En ik geloof dat de Heer zijn hoop vestigen op de Heer, wat er ook gebeurt, de Heer zal het goed maken. Amen. Amen. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Want die hoop in de Heer zal nooit teleurstellen. Anda berharap sama Allah. U hoopt op God? Tidak mungkin. Sorry. Tidak mungkin. Dat is onmogelijk. Engkau ditinggalkan. Dat u alleen gelaten wordt. Ya. Jadi kalau kita tuh berharap sama Tuhan. Dus als wij hopen op de Heer. Ya. Allah Bapa tuh tidak pernah mengecewakan kita. God de Vader zal ons nooit teleurstellen. Itu yang saya tahu. Dat is wat ik weet. Itu yang saya alami. En dat is wat ik ervaar. Ya. Anda masih ingat tangan saya waktu kesini dari kondisi patah? Heeft u nog dat het masih ingat voor ik kwam dat mijn hand gebroken was? Ya, waktu itu dokter suruh operasi. De dokter heeft mij toegezegd dat ik geopereerd moest worden. Saya menolak untuk operasi. Ik heb dat afgewezen om te opereren. Saya pulang ke Indonesia dengan tangan tidak dioperasi. Ik ben teruggekeerd naar Indonesië met een hand wat niet geopereerd is. Dan tidak ke rumah sakit. En ik ben ook niet naar het ziekenhuis gegaan. Apa yang saya lakukan? Wat heb ik gedaan? Bapak. Vader. Engkau kan pencintaku. U bent toch mijn schepper? Masa ini gak bisa pulih? Het kan toch niet zo zijn dat ik dit niet zal herstellen? Aku percaya kau selalu memulihkan. Want u heeft toch de kracht om te herstellen? Karena kau kan pencintaku. Want u bent toch mijn schepper? Apa susahnya menciptakan tulang di tangan Tuhan? Tulangnya tidak hilang, cuma sambung sempurna. Dus hoe is het dan hier dat u hier die botten in mijn handen heeft gemaakt? Die botten zijn niet verdwenen, het hoeft alleen maar weer bij elkaar gemaakt te worden. Dokter Indonesia ngomong you gila. En de dokters in Indonesia zijn hier gek. Karena saya pergi ke dokter. Omdat ik naar de dokter ben gegaan. Dia lihat tangan saya dia langsung pulang. Hij heeft mijn röntgen gemaakt van mijn handen, van mijn botten. Ja. Dokter, kenapa you nggak mau dioperasi? En toen heeft hij gezegd, waarom heb je niet laten opereren? Tidak mau tangan saya ada bekas operasi cacat.
jelek. Ik wil niet hebben dat er een bestaan die zeg maar aan mijn hand is, dat is lelijk als het geopereerd is. Kamu sudah tua. Ik ben al oud. Gak apa-apa kalau ada bekas. Het is niet erg als er iets een ja een hoe heet het een litteken zit. Gak mau saya. Dat wil ik niet, zeg ik. Karena saya percaya Allah mencinta saya. Want ik geloof dat God mij heeft geschapen. Kebetulan dokternya orang Batak. En wat blijkt, die dokter is orang Kristen. Kristen. Ya, sekarang toh, dia punya iman gak sih? En dan zeg ik, maar dat is toch het geloof? Kita lihat yuk. Laten we eens kijken. Saya gak minum apa-apa, enggak mau diapa-apain. Nanti saya balik lagi. You ronsen lagi, you lihat tangan saya. Ik heb niks ingenomen, van niks ingenomen, we kunnen niks mee doen. Later kom ik terug en dan ga je nog een keer rustig maken. Dia lihat saya. Hij heeft me aangekeken. Zeg dat saya pendeta. Ik heb gezegd met een voorganger. Ya? Saya percaya, yuk percaya, Yesus sanggup memulihkan. Ik geloof, en jij gelooft toch ook dat de Heer Jezus zal herstellen? Dia gak berani amin kan? Ze durft geen, om huis, zij durft geen amin te zeggen, maar ik heb alleen maar knikken. Ya? Satu bulan berlalu. Een maand daarna. Saya pergi ronsen. Ben ik teruggegaan voor de röntgen. Ya? Balik lagi dia lihat. Teruggaan, heeft ze weer gekeken. Tulangmu ini gak bakal kecil kayak kamu. En dan blijkt dat God er niks geen stukje van af, maar het is juist dat het weer aan elkaar is gegroeid. Karena kalau orang yang bakal tulang, kalau tidak kembali, tulang di atasnya ini akan mengecil. Want als het bot niet weer aan elkaar zal groeien, dan zal het bot wat daarboven zit, zeg maar, zal zich verkleinen. Karena kita makan dan dia lapain. En omdat er met die hand verder niks is gedaan. Die gips kata. Dus die vergips. Semuanya enggak. Alles is niks, er is niks mee gedaan. Dus kamu mau cuma satu. Er zal helemaal één ding gezegd. Semua sudah baik. Alles is goed. Sudah hampir sempurna. Tulang tumbuh. Het is al bijna weer volmaakt dat je bot is aangegroeid. Kecuali tanganmu kamu pakai tinju baru gak bisa. Alleen als je je hand wil gebruiken om te boksen, dat is niet mogelijk. Sehingga kalau saya tinju bukan secara jasman. En ik heb gezegd, als ik zal gaan boksen, dan is dat niet lichamelijk. Tapi saya pakai dalam kuasa Yesus. Maar ik zal het gebruiken met de kracht van Jezus. Amen. Amen. Periksa dokter 5 menit. Het onderzoek van de dokter is 5 minuten. Injili biasa 1,5 jam. En evangeliseren kost 1,5 uur. Ternyata tangan patah. En wat blijkt, die arm was... Tuhan jadikan jalan. De Heer heeft die weg gemaakt. Untuk membuat iman dokter dan susternya itu bangkit. Om het geloof van die dokters en die zusters te zorgen dat het opgewekt zal worden. Dia bilang mulai sekarang. En heeft het in het begin van de... Saya akan baca Alkitab. Dat hij het begint om die Bijbel te lezen. Hallo. Hallo. Amen. Amen. Orang yang percaya kepada Tuhan. En mensen die geloven in de Heer. Dan berharap kepada Allah. En hopen op God. Tidak akan dikecewakan. Die zullen nooit teleurgesteld raken. Amen. Amen. Tangan saya tidak apa-apaan. Met mijn hand heb ik verder niks gedaan. Tapi saya berharap Allah menyembuhkannya. Maar ik hoop erop dat de Heer God het zal genezen. Memakai obat tidak. Ik heb geen medicatie gebruikt. Die operatie tidak. Ook ben ik niet geopereerd. Cuma punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Ik heb alleen maar één hoop die is gevestigd op de Heer. Dan saya selalu percaya. En ik geloof altijd. Orang yang percaya kepada Allah akan melihat kemuliaan. Want mensen die geloven in God, die zullen zijn heerlijkheid zien. Amen. Amen. Akhirnya saya benar-benar sampai bertemu. En uiteindelijk. Kok bisa sih? Uiteindelijk is het zo dat de dokter heeft gezegd, hoe is het mogelijk, ja? Saya suka main, suka angkat barang. En ik, ja, ik heb heel vaak dat ik dingen op moet tillen. Dokter dari Zandam waktu itu ngomong, yuk tidak boleh angkat berat. En de dokter vanuit Zandam heeft wat op die tijd gezegd van, toen de tijd gezegd van, je mag niet geen zware dingen tillen. Dan saya nggak mau dapat saya cacat, saya kerja terus. Maar ik wil niet hebben dat mijn hand ja, straks niet meer goed is, dus ik heb het door. Karena yang menyembuhkan tangan saya bukan manusia, tapi Allah. Want degene die mijn hand genezen is niet de mens, maar dat is God. Makanya orang yang percaya dan berharap sama Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dus mensen die hopen en geloven in God, die zullen nooit teleurgesteld raken. Ya. Karena Roma 5 ayat 5. Want Romeinen 5 vers 5. Ya, dikatakan gitu. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Romeinen 5 vers 5. Ya. Het zegt, de hoop maakt niet bestaan. Karena kasih Allah telah dicurahkan. Omdat de liefde van God al is uitgestort. Die dalam hati kita. In onze harten. Oleh Roh Kudus. Door de Heilige. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Die voor ons heeft gegeven. Jadi pengharapan kita kepada dia. Dus onze hoop die gevestigd. Tidak pernah kita mengecewakan. Die stelt nooit teleur. Karena kita sudah diberi. Telah dicurahkan oleh Allah. Omdat het ons al is gegeven. Het is al uitgestort. Di dalam hati kita. Dus in onze harten. Roh Kudus. De Heilige. Dan
heel veel christenen niet weten om hoe samen te werken met de Heilige Geest. Sehingga ada jarak melihat mujizat. Zodat je bij de wonderen ziet. Kalau namanya Roh Kudus itu penolong. En als er wordt gezegd dat die Heilige Geest een helper. Apapun yang kau butuhkan, dia sanggup untuk menolong. Wat je dan ook nodig is, hij is bij macht om u te helpen. Amen. Amen. Karena itu Allah kalau kita berharap kepada Tuhan, tidak pernah dia kecewakan kita. Dus onze God, als we onze hoop vestigen op Hem, dan zullen wij nooit teleurgesteld worden door Hem. Setiap bulan, elke maand, saya kan harus kasih orang banyak sekali. Moet ik heel veel geven aan vele mensen? Belum membangun gereja? Nog niet eens over de kerk opbouwen? Belum membangun pastori di desa-desa? Heb ik nog niet gesproken over de pastorie die opgebouwd moet worden? Tidak pernah minta uang. Ik heb nooit geld gevraagd. Tidak pernah buka proposal. Nooit proposals geopend. Tidak pernah ada. Dat is er nooit geweest. Kenapa? Waarom? Aku punya Allah yang besar. Ik heb een grote God. Yang sanggup. Die bemachtig is. Amen. Amen. Karena itu kita percaya pengharapan itu. Orang Kristen punya iman, tidak punya pengharapan nol. Dus wij hebben onze hoop vest op Hem. Mensen Christen die geen hoop hebben, zeg maar, dat is nul. Anda percaya. Dus u gelooft. Anda punya iman. Anda harus punya pengharapan. En u moet dan ook die hoop hebben. Karena di pengharapan itu adalah sesuatu yang you nantinya akan datang. Want in die hoop, daar zit iets wat straks zal komen. Amen. Amen. You punya masalah. U heeft een probleem. You berdoa. U bent. You harus punya pengharapan. U moet die hoop hebben. Allah menjawab engkau. U moet die hoop hebben dat God u zal beantwoorden. Amen. Amen. Makanya kenapa dikatakan kita harus memakai senjata, baju sirah iman, dan topeng keselamatan. En waarom wordt wel gezegd dat wij de uitrusting moeten hebben, het schild der gerechtigheid en de helm van het heil? Karena kalau kita tidak punya, want als wij dat niet hebben, Anda tidak bisa melihat jawaban itu turun. Dan kunt u niet zien dat die antwoorden kloppen. Karena, waarom? Kalau Anda tidak memiliki ketopeng keselamatan, omdat u niet die helm van die redding kan hebben. Ketopeng keselamatan itu adalah di sini. Die helm van die redding zit ya, hier. Adalah di kepalanya. Ketopeng kan keselamatan. Die zit u op uw hoofd, die redding. Kalau kenapa ketopeng itu ada di kepala dan itu adalah melindungi pengharapanmu? En waarom zit die redding op uw hoofd? Want daar zit die bescherming van uw hoofd. Iblis akan mencuri. Dan zal die duivel het wegnemen. Melalui apa? Melalui apa? Via wat? Pikiran. Via uw gedachten. Percaya nggak? Gelooft u het of niet? Pada saat Anda berdoa. Op het moment dat u bidt. Ada sesuatu yang Anda sedang doakan. Dan is er iets waar u voor bidt. Dat sesuatu yang Anda anggap tidak mungkin. En iets waarvan u denkt dat is onmogelijk. Anda mulai angkat imanmu. En dan begint u uw geloof op te heffen. Anda mulai berdoa. En u begint te bidden. Pada saat Anda mulai berdoa. En op het moment dat u begint te bidden. Anda berkata, Tuhan Yesus, aku percaya ini terjadi. En u zegt van Heer Jezus, ik geloof dat dit zal gebeuren. Satu pemikiran akan keluar. Dan zal de gedachte uitgaan. Dari mana? Waar vandaan? Bagaimana bisa terjadi? Hoe zal dat gebeuren? Siapa yang mau tolong kamu? Wie zal jou toch helpen? Bagaimana itu mungkin? Hoe is dat toch mogelijk? Betul. Klopt dat? Begitu Anda sedang berdoa, iblis pun berbicara di kepalamu. Op het moment dat u bidt, dan is het de duivel die al spreekt in uw hoofd. Ja. Kalau Anda tidak memiliki pengharapan. En als u die hoop niet heeft. Detik itu juga apa yang Anda doakan sudah hilang. Op dat moment, wat u ook bidt, dat zal zo verdwijnen. Makanya banyak orang Kristen gagal. En daarom zijn er veel Christen die falen. Karena kenapa? Waarom? Saat Anda berdoa. Op het moment dat u bidt. Anda sendiri telah menganulir je punya doa. Dan bent u te laat en dan annuleert u eigenlijk dat gebed wat u bidt. Halo? Halo? Makanya Anda tidak melihat mujizat Tuhan. En daarom ziet u ook niet het wonder van God. Pertanyaannya, Anda akan menjadi anak Tuhan tidak pernah mengalami kedahsyatan Allah? Satu pertanyaan yang besar dalam hidup. En de vraag is dus, een grote vraag in het leven, als er iemand is die op de Heer, die op de Heer vertrouwt, zeg maar, maar geen wonderen ervaart. Allah memberikan engkau dan saya kuasa. De Heer, de God geeft u en mij kracht. Tinggal mau dipakai apa? Het gaat erom, wilt u het gebruiken of niet? Betul? Klopt dat? Anda punya pedang firman.
U heeft de, ja, zeg maar het zwaard van het woord. Pernah pedang itu Anda ayunkan? Heeft u ooit dat zwaard wat gebruikt? Ya. Banyak orang Kristen tidak tahu pakai. En wat heel veel christenen weten niet hoe ze moeten gebruiken. Maka ik berdoa dan tidak dapat hasil. En daarom ze bidden en bidden, maar het komt nooit niet tot voort. Ujungnya kecewa sama Tuhan. En uiteindelijk zullen ze teleurgesteld raken in de Heer. Ujungnya pindah agama. Pindah agama. En uiteindelijk zullen ze dus van een ander geloof gaan. Dat doen we niet. Klopt dat of niet? Berapa banyak orang Kristen? Hoeveel christenen? Hoeveel is er dat berdoa, dat berpuasa, tapi saya tidak lihat hasilnya? Ik heb al gebeden, ik heb al gevast, maar ik zie dat maar niets uit voortkomen. Zeg maar, Tuhan kita sama loh. En ik heb gezegd, onze God is dezelfde hoor. Cuma iman kita beda. Alleen ons geloof is anders. Karena setiap saya berdoa. Want elke keer als ik bid. Saya selalu berharap saya terima. Dan hoop ik ook altijd dat ik het zal ontvangen. Amen. Amen. Kalau Anda berdoa, Anda tidak merasa Anda sudah terima, Anda tidak terima. Als u bidt en u voelt niet dat u het al zult ontvangen, dan zult u dat niet ontvangen. Ja, banyak orang Kristen tidak terima. En heel veel mensen hebben niet het geloof. Bukan karena tidak mau terima. Niet omdat ze niet willen ontvangen. Karena Anda sendiri. Maar dat komt door jezelf. Tidak percaya. U gelooft niet. Tidak punya pengharapan. U heeft geen hoop. Bahwa itu diberikan. Dat dat gegeven zal worden. Markus 11, vers 24. Markus 11, vers 24. Ja, Markus 11, vers 24 berkata apa? En Markus 11, vers 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het ontvangen en het zal geschieden. Apa yang kita akan menerima itu adalah sebab pengharapan. Dus alles wat u zult ontvangen, dat is vanwege die hoop. Jadi kalau Anda berdoa, Anda tidak punya pengharapan. Dus als u bidt, maar u heeft geen hoop. Bagaimana Anda bisa terima? Hoe kunt u dan iets ontvangen? Dan di setiap doa saya. En in elk gebed van mij. Saya cuma punya satu pemikiran. Heb ik alleen maar één gedachte. Allah hidup. Mijn God leeft. Dia satu fantasia. Hij is echt wat overweldigend. Maha tahu. Hij is alomwetend. Saya berharap sama dia. En ik hoop op hem. Saya naikkan doa saya. En ik geef mijn gebed aan hem. Saya percaya saya dapat. En dan geloof ik dat ik het zal ontvangen. Karena dia hidup. Omdat hij karena heeft. Dia dengar. Omdat hij het hoort. Dan dia satu. En hij is ook bij machten. Amen. Amen. Maka itu terjadi. En daarom zal het ook gebeuren. Maka Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja, artinya apa? Terbatas tidak untuk permintaanmu. En daarom zegt de Heer ook, daarom zegt u, al wat gij bidt, dat betekent dat er geen grens in alles wat u bidt. Apa saja. Dus wat u ook bidt. Berarti tidak ada limit. Dus er is geen limit aan, er is geen grens aan. Apapun persoalanmu. Wat uw probleem ook zijn. Engkau boleh minta. Je mag het vragen. Engkau boleh doa. Je mag het verbidden. Dan engkau harus punya pengharapan. En u moet dan die hoop hebben. Bahwa Anda menerimanya. Dat u het zult ontvangen. Maka Anda pasti menerimanya. En dan zult u het ook zeker ontvangen. Amen. Amen. Orang Kristen, kalau tidak punya pengharapan di dalam Tuhan. Dus Kristen, als zij geen hoop hebben in de Heer. Tidak punya pengharapan bahwa Allah mendengar dan menjawab engkau. Geen hoop hebben dat de Heer God u zal naar u zal luisteren en u zal beantwoorden. Maka yang kau akan menjadi Kristen suam-suam kuku. Dan zult u een Christen zijn die lauw is. Benar. Zo is het. Karena kau tidak pernah mengalami satu namanya kemuliaan Allah ada di dalam hati. Omdat u nooit eigenlijk ervaren heeft de heerlijkheid van God die in u is. Cuma dikasih Tuhan. Dus gemeente van Christus des Heeren. Yesus berkata, kamu minta, doakan, percayalah. Dus de Heer Jezus zegt, vraag en bid en geloof. Bahwa kamu telah menerimanya. Dat u het al heeft ontvangen. Jadi pada saat kita berdoa. Dus op het moment dat we bidden. Percaya, saya sudah terima. Dan geloof dan dat je het al hebt ontvangen. Maka saya terima. Dan zal ik het ook ontvangen. Apapun juga. Wat het ook is. Jangan biarkan setan bicara di pikiranmu. Laat het niet zo zijn dat je die duivel laat praten in je gedachten. Atau berkata dari mana? Die daar tegen caranya bagaimana? Waar zal dat vandaan komen? Op welke manier? Siapa? Wie zal dat doen? Tinggalkan pemikiran itu. Laat al die gedachten achter u. Karena Allah. Want God. Bagi Allah. Voor God. Tidak ada jalan yang tidak ada. Semua ada jalan. Dan is het niet zo dat er geen weg of niks zou zijn. Alles is er. Amen. Amen. Alkitab mengajarkan kita. De Bijbel leert het ons.
orang musuh tentara Mesir dari belakang ngejar. De vijanden van Egypte die achter ons hun aankomen. Bangsa Israel depannya adalah laut. En de voorvolk van Israël is daar de zee. Ada jalan nggak? Is daar een weg of niet? Ya, helikopter waktu itu belum ada, pesawat belum ada. Helikopters of vliegtuigen waren op dat moment nog niet. Nggak mungkin mereka terbang ke atas. En we kunnen ook niet zeggen opvliegen naar boven. Depan laut. Voor hem is de zee. Belakang musuh. En achter hem is de vijand. Terjepit di tengah-tengah. Ze zitten in een nauw gedreven in het midden. Betul? Klopt dat? Betul? Klopt dat? Seringkali kondisi kita seperti itu. En heel vaak zit er ook die situatie. Seolah-olah depan tidak ada jalan. Alsof er voor ons geen weg. Masalah dari belakang kejar kita. En de problemen van de verleden die jagen ons na. Betul? Klopt dat? Tuhan, kenapa? En waarom? Musa? Mozes? Dus neem je stap op en raak die richt op de zee. Laat die doel dan belaag, ja, ja. Dan zal die zee open gaan en u zult wandelen. Amen. Amen. Sekarang di tanganmu ada apa? Nu vraagt u? Di tanganmu ada apa? Wat heeft u nu in uw hand? He? Di tanganmu ada apa? Wat heeft u nu in uw hand? Secara rohani Anda punya apa di tangan Anda? Dus geestelijk gezien, wat heeft u in uw hand? Anda punya pedang firman. U heeft de zwaard van het woord. Ya, Anda punya kuasa. Punya kraft. Yang tidak punya jalan di depan. Ook degene die geen weg hebben voor zich. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Pintu terbuka jalan ada. Dan gaan de deuren open en de weg zal er zijn. Amen. 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 Itu yang saya alami. En dat is wat ik ervaar. Maka saya suka ngajar tentang kuasa dan mujizat. En daar hou ik ook op dat de onderwijs zeg maar voor de kracht en wonderen. Saya alami setiap hari. Want ik ervaar dat elke dag. Saya lihat bagaimana tangan Allah bekerja. Ik zie hoe de handen des Heren werken. Kadang-kadang sampai termangu-mangu. En heel vaak dan ben ik daar echt verbaasd over. Bekong melihat cara Tuhan. Ik zit er echt een beetje aan te kijken, aangegaan van hoe de Heren werkt. Di awal tahun ini, kira-kira bulan April. In het begin van het jaar. In het begin van het jaar, over april, moet ik hier vandaan. Ada satu kesaksian seorang anak rohani saya ngomong ini. Is er een getuigenis van een van de geestelijke kinderen? Ibu Mary, ada seorang pendeta ngomong itu pendeta konglomerat. Wa aminkan aja. En een van de voorgangers zegt, u bent een konglomerat? Kaya. Oh, kaya. Oh, u bent een hele erg rijke voorganger, of ja, niet zeg van God. Dia bilang, saya ada pendeta konglomerat. En die heeft gezegd, ik ben een voorganger die echt rijk is. Ya, karena saya punya tambang batu bara. Mijn kan ook. Steen, huh? Oh, dat ik een steen, een koolsteenmijn heb. Ja? Die gaat dan zeggen, punya tambang batu bara. En dat ik een steenmijn heb. Anak rohani saya sih sedang khotbah. Dus mijn geestelijke kind, ik ben aan het preken. Dia katakan. En die heeft gezegd, mami, saya ambil tambang itu buat kamu. Ik neem hem over, zeg maar, die mijn van u. Dua minggu kemudian. Twee weken daarna. Dia ditawari tambang nikel. Heeft avond met nikkel. Ja. Ja, sekarang udah mulai nambang. En nu begint het alweer te groeien, zeg maar. Pertama kali nambang. First time. De eerste keer. Di kadang ini. Karena dia coba-coba. Omdat je het probeert. Ya udah deh kerjaan tambang orang. Yang orangnya udah tinggalin. Dus werk dan eerst in de mijn, zeg maar, iemand die iemand heeft verlaten. Di situ udah kurang hasilnya. Daar is al ja, iets te weinig succes. Kan je coba-coba. Omdat je het al hebt geprobeerd. Ya, ada karatnya kan di dalam nikel itu, ada ukurannya. Ya, er zit een bepaalde ya, afmeting sama van karat. Mestinya 1650. Dus het moet eigenlijk 1650 zijn. Dia udah kerja 2 minggu. En 2 weken gewerkt. Karena mandornya ngomong ini. En de persoon heeft gezegd. Pak, kali sebulan pak kita nambang di sini pak. Dus één keer per maand, dan gaan we hier in die mijn. Tiba-tiba dari pabrik. En plotseling komt er vanuit de fabriek. Kirim email. Die sturen een mail. Mulai sekarang kami terima 1600 karat. En nu ontvangen zeg maar 1600 karat. Ya, apa yang terjadi? En wat gebeurt daar? Ya, di dalam yang ditinggalin orang. Dus dat zeg maar wat daar binnen verlaat. Setiap dindingnya itu 1600. Dus was 1600. Hah? Halleluja. Halleluja. Apa yang tidak mungkin? Wat dus eigenlijk onmogelijk zou zijn? Tiba-tiba terjadi. En plotseling gebeurt dat toch?
Tempat itu mereka kerja 2 tahun tidak habis. En 2 jaar lang hebben ze daar gewerkt op die plaats en dan raakte niet op. Harusnya sisa 1 bulan. Ze moesten eigenlijk nog een maand verder. Sekarang 2 tahun pun tidak habis. En nu 2 jaar later is het nog niet op. Amazing, kan? Is wonderbaarlijk of niet? Saya hanya lihat Tuhan, Tuhan, Bapak, ik heb perlu dahsyat. En ik kijk dan naar de Heer en ik zeg, oh Vader, bent u over te geweldig? Apa sih yang gak mungkin bagi Allah? Wat is er eigenlijk onmogelijk voor God? Maka tuh milikilah pengharapanmu kepada Bapak. En daarom moet je je hoop vestigen op de Vader. Amen. Amen. Satu lagi. Nog één. Istrinya. De vrouw. Sudah 1 tahun mau IPO. IPO itu saham, bursa saham ya. Mau masuk saham. Initial public offering. Naar de beurs. Oh, die vrouw moet op een gegeven moment naar de beurs. Ya. Udah pulang balik mau ngomong rundingan rapatnya rapat dari 4 perusahaan check out dua. Ze hebben allerlei ja, hele terug zeg maar van de ene vergadering naar de andere vergadering. Op een gegeven moment zijn ze check out. Dia ngomong gini sama saya. Heeft het volgende mami, gezegd, mami. Ini tinggal 2 perusahaan gimana nih jalan terus enggak? Ik heb nog maar 2 ja zaken zeg maar business moet ik aan. Saya ada satu hal saya doakan kamu Tuhan dia akan kasih kamu hadiah yang besar. En ik heb gezegd, ik heb ooit voor jou voorbij heeft de Heer gezegd dat je die dat hij jou een grote cadeau zou geven. Karena kalau kamu berempat, dat als je met z'n vieren bent, nilai perusahaan sekian, dan is de opbrengst van die zaken zoveel. Kamu masuk, je gaat daarin. Kamu hanya dapat 25%. Krijgt alleen maar 25%. Tuhan singkirkan 2 orang. En de Heer heeft die 2 personen weggedaan. Karena Tuhan mau berikan lebih. Omdat de Heer jou meer wil geven. Jalan aja nak. Dus ga er gewoon mee door. Cuma 1 bulan. 1 maand later. Langsung terjadi. Is het direct ook gebeurd. Sisa berdua. Ze hebben ze met z'n 2 zijn ze overgebleven. Nilai perusahaannya cuma 80M. Dus zijn maar 80M is dan de opbrengst. Ya. Begitu masuk bursa saham. Dus op het moment dat ze daar in die beurs liggen, 1,29 triliun. 1,29 triliun. Dia punya berapa? Hoeveel hebben ze? 600, hampir 650 miliar. 650 miliar. Dari 80M Tuhan tingkatkan dan seperti balik tangan. Van 80M zeg maar heeft hij helemaal ja, omgedraaid. Apa sih yang mungkin bagi Allah? Wat is onmogelijk voor God? Apa ya? Wat is onmogelijk? Pengharapan kita di dalam Tuhan. Want onze hoop op de Heer. You percaya dengan iman. Je moet dus geloven. You beriman, you terima apa yang you doakan. Je moet dus geloven dat je hebt ontvangen waar je voor bidt. Allah akan wujudkan. En dan zal de Heer ook dat doen voor jou. Amen. 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 Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. De hoop in de Heer zal ons nooit teleurstellen. Itu yang saya tahu. Dat is wat ik weet. Itu yang saya ajar. En dat is wat ik onderwijs. Karena saya Allah. Omdat ik het ook ervaren heb. Di dalam kelompok saya. In mijn omgeving. Murid-murid saya. Tidak banyak. Zijn er niet vele. Punya sanak seorang pengacara. Dus eentje dat is een pengacara rechter. Ya, berdoa mungkin tahun depan saya akan bawa mereka ke sini. Biar mereka satu-satu. Wat cek di depan. Dus laten we zo zijn dat we ze volgen. Laten we binnen volgen. Eén voor één zo voor mij komen. Pengacara. Kantor Prancis Oil tutup, Total Oil tutup. Dus de van de oliemaatschappij, dat is de advocaat van dus gestopt. Jadi istilahnya di PHK umum. Dus dat is ontslagen allemaal. Ya. Udah gitu dia masuk ke sebuah perusahaan join sama temennya. En dan is hij ook in een bepaalde business gegaan samen met een vriend, collega. Ya, cuma 1 tahun ditendang juga keluar. Dus een jaar, zeg maar, alleen maar een jaar en toen is hij ook weer eruit ya, gezet. Tiba-tiba mulai bulan depan dia sudah keluar tidak di kantor sini lagi. Ya, dus eigenlijk op een gegeven moment denk ik in een maand volgende maand zou je niet meer in dit kantoor zijn. Dia tanya saya. En hij vraagt aan mij. Ma. Ma. Aku harus gimana? Hoe moet ik nou verder? Dan kenapa tanya saya? En toen heb ik gezegd ya, waarom vraag ik aan mij? Dia punya apa di tanganmu? Wat heb je in je hand? Setahu saya. Zover als ik weet. Mujizat telah terjadi. De wonder van God. Apa yang ada? Apa yang ada dan kau miliki? Dat gebeurt zeg maar met wat je hebt. Dat gebeurt met wat je hebt en niet met wat je hebt. Dus een weduwe die schuld heeft. Nabi tanya sama dia. De profeet vroeg aan hem. Apa yang kamu punya? Wat heb je? Minyak dalam buli-buli. Ik heb alleen maar olie in mijn kruik. Nabi Elisa bilang apa? En wat zegt de profeet? Kumpuli tak. Apapun yang boleh diisi dengan minyak itu. Dus verzamel al die
die kruikjes en vul ze allemaal met olie. Ja. Tuan. Dus schenk het daarin. Sampai tidak ada tempat lagi. Tot en met dat er geen plek meer staat. Dan stopte die minyak. Dan pas stopte die olie. Zeg maar, je punya apa? En ik heb gezegd, wat heb jij? Je punya sebagai seorang pengacara. Wat heb je als een advocaat? Buka kantor pengacara. Doe je kantoor, je advocaat kantoor zetten open. Maar kantor pengacara orang itu di Sudirman. Satu bulan bayarnya 100 juta, mam. Dus als ik dat kantoor open zeg, dan moet ik 1 miljoen per maand betalen voor het advocatenkantoor. Zeg maar, emang kamu perlu tempat? En dan heb je, oh, heb jij een plek nodig? Emang kamu perlu tempat untuk buka kantor? Heb je een plek nodig om een kantoor te openen? Itu rumah mertuamu pakai. Dan gebruik ik huis van je schoonmoeder. Ada kamar kosong di sana. Daar hebben ze een leefkamer. Mam, dat salah. Mam, vergis u zich niet? Ya, itu. Ja, maar dat karena berkat itu bukan karena kamu punya kantoor, tapi karena Allah yang kirim. Dat de zegen komt niet omdat je een kantoor hebt, maar de zegen komt omdat God het stuurt. Ya. Karena depannya masjid. Omdat daarvoor is een moskee. Kalau mau rapat. Als ze willen vergaderen. Masuk ke mobil. Dan gaan ze in de auto. Tutup kenceng. Doe zo hard die deur dicht. Supaya suara azan tidak masuk ke dalam dia punya rapat. Zodat die stem daar vandaan zeg maar niet meer in die vergadering te horen is. Dia bilang, mam. En ze heeft gezegd, mam. Jadi meetingnya dalam mobil di garasi. Dus de meeting die hebben ze in de auto in de garage. Tapi anda tahu? Wat weet u? Dia tidak punya karyawan, hanya partner berdua. Hij is een medewerker, met z'n tweeën alleen maar partners. Tapi. Maar. Perusahaan gas Indonesia pertama. De zaak van de gas Indonesia eerste. Membuat kerjasama. Die voor het eerst samenwerken. Indonesia dan Amerika. Indonesia en Amerika. Dia adalah lawyernya. Dan is hij de advocaat. Gak punya kan? Er is geen kantoor. Nilainya ratusan triliun. Dus de waarde is 1,3 miljoen. Kemarin baru teken. En afgelopen week, ja, gisteren hebben ze pas getekend. Saya sudah di sini baru teken. Oh, ik was al hier. Dari pemerintah. En ik heb al, ik was hier zeg maar, toen hebben ze al getekend zeg maar voor de kantoor. Apa yang gak bisa Allah kerjakan? En wat zou de Heer niet kunnen doen? Amen. 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 Berdua. Met z'n tweeën. Mewakili Indonesia dan Amerika. Vertegenwoordigers Amerika en Indonesia. Dan dia pengacara dari perusahaan Amerika. En ze zijn, die persoon is dus een advocaat in de business zeg maar in Amerika. Setiap pekerjaannya turun. Elke keer als het werk komt. Dan dat bayarannya berapa? Dan weet je hoeveel dat betaald wordt? Satu tahun gaji kerja cuma sekali. Dus één keer per jaar wordt één keer salaris betaald. Dia sendiri ngomong gini. Hij zei, volgende man. I'm so amazing to Jesus. Ik ben zo verwonderd over Jezus. Mam, itu udah deadlock, mam. Deadlock itu tidak bisa, pembicara buntu. We zaten zeg maar, in ons gesprek al op een doodlopende weg. We konden niks meer doen. Tiba-tiba Tuhan kasih heel ilham. En plotseling gaf de Heer de wijsheid, zeg maar. Toen kwam het eruit. En toen gebeurde het ook. Karena mereka hanya berdua tidurnya sehari cuma 2 jam. En omdat ze alleen maar met z'n tweeën waren, sliepen ze maar 2 uur per dag. Deadline. Omdat ze op die deadline moesten werken. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang mengajar mereka. En als die zegt van God die hen onderwijst. Cuma bisa dari Tuhan Yesus sembari. Vader, you are so amazing. Zeg ik alleen maar tegen, kan ik alleen maar tegen de Heer zeggen. Vader, ik ben zo, ja, wonderbaarlijk. Kamu begitu ajaib. Ik ben zo wonderlijk. Kalau saja umatmu semua memiliki iman seperti itu kepadamu. En als ze aan uw volk zeg maar allemaal het geloof zouden hebben op deze manier. Apa sih yang mustahil hidup mereka itu? Wat zou dan eigenlijk onmogelijk zijn in hun leven, Heere? Kalau dalam hati mereka ada takut dan cinta akan Engkau. Want als ze in hun harten zeg maar de vrezen en het houden zeg van u. Apa sih yang mereka tidak alami? En wat is er dan dat ze niet zullen ervaren? Itulah anak-anak rohani saya alami. En dat is dus wat mijn geestelijke kinderen ervaren. Amen. 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 Dia percaya apalah kamu telah menerimanya apa yang telah kami doakan. Dus geloof maar dat je hebt ontvangen dat waar je voor bidt. Maka itu akan diberikannya kepada. En dat zal u dan ook gegeven worden.
Karena itu milikilah pengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapanmu kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amen. Amen. Haleluya. Amen. 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 Saya mengalami Tuhan tuh tiap hari. Dan ini erfahren hier hier elke dag. Ketemu Pariki di Jakarta. Ya Pariki Ubud. Di Jakarta. Di Jakarta. Ajak Pariki makan apa? Duren ya? Ya Pariki bayi sama mau duren tadi. Lu udah besar sih kok. Ya jangan tahu harus kayak ketawa saya. Ya pelak. Iya ada. Saya Pariki makan duren yuk. Habis dari Aceh. Kalau duren gitu. Yuk kita makan dulu, makan duren. Kau makan duren gitu? Musangki. 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 Dan apalagi satu? Satu lagi apa tuh? Montong. Montong. Ya, dua biji duren harganya 1.700.000 lebih. Kayak duren saya kata itu 1.700.000. Ya, saya ketawa. Saya ketawa. Tuhan punya cara. Waktu ini saya mendia. Amin. Amin. Wajar dah lupa wajar dia makan duren. Saya pergi ke duren kan. Ada pendeta Tony. Bisa forkaman Tony. Ada di situ tuh. Ada di situ tuh duren enak merah. Oh, duren enak merah. Tapi enak ke duren. Ayo mari kita makan. Kom, lalu kita makan. Haleluya. Haleluya. Dua biji duren, 1.700.000. Eh, dua biji duren, 1.700.000. Ya. Ya Tuhan. Tuhan tahu emangnya. Want de Heer die weet dat hij daarna verlangt. Dat Tuhan kasih. En de Heer heeft hem ook gegeven. Amen. Amen. Saya sendiri udah lupa di mana toko duren yang bisa duduk makan. Want ik heb mezelf eigenlijk al vergeten de waar die winkel is waar je daar kunt zitten om wat te eten. Pendeta Tony, merk wat tahu tempatnya. De vorige Tony heeft gezegd van ja, ik ken die plaats. Jadilah. En zo gebeurde het. Ja, artinya gini. Het betekent volgende. Allah tahu apa yang kamu mau. Dia weet wat je wilt. Ya kan, Tuhan mau. Apa yang ada di dalam hatimu, Tuhan akan berikan kepada kamu. Want de Heer heeft ook gezegd ook, van wat er in je hart is, de Heer weet wat je moet geven. Amen. Ya kan, itu tolong, takut akan Tuhan, senangkan hati Tuhan. En daarom, help alsjeblieft, dus verblijf je hart met de Heer en hoop op je. Ja, percaya dan berharaplah kasih setianya. Dus hoop. Ja, en geloof er ook in zijn goede tierenlijn. Want uw hoop op de Heer zal u nooit teleurstellen. Hidup saya, mijn leven, mengalami Tuhan. Ervaart de Heer. Saya pengen seluruh jemaat di sini juga mengalami Tuhan. En ik verlang ook dat de hele gemeente hier ook de Heer ervaart. Amen. Yang nama Tuhan dipermuliakan melalui kesaksian-kesaksian. Door alle getuigen in zijn heen. Jadi imanmu tidak pernah hanya sebagai iman. Dus uw geloof zal niet alleen maar geloof zijn. Tapi iman membuktikan bahwa Allah menjawab engkau. Maar uw geloof dat bewijst dat God samen met u is. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit dari di dalam opstaan. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Saya senang kutian ini. Karena dalam hal mengingatkan saya, aku punya Allah yang besar. Ik hou van de liefde die God zegt, ik heb een God. Karena dia Allah yang besar, dia sanggup menjawab. Ik heb een God die groot is en hij heeft de macht om te antwoorden. Dia maha kuasa. Hij is almachtig. Dan tidak ada perkara yang mustahil. En er is niks onmogelijk voor hem. Aku punya Tuhan yang besar. Selalu ada di dalam.
Die bent die er mag is om alle gebeden te beantwoorden.
Karena itu Bapak, ini kami anak-anak. Hier zijn wij uw kinderen. Matraikan. We zegen het. Dalam hati kami. In onze harten. Kekuatanmu. Uw kracht. Kuasamu. Uw macht. Firmanmu. Uw woord. Pengharapan. And uw hoop. Ada di dalam kami ini. Is in ons. Dimatraikan de kuasa darah Yesus. En bestempel het met de kracht van uw bloed Jezus. Sehingga kami akan melihat hasil daripada doa kami. Zodat wij succes mogen zien die hebben van onze gebeden. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Berkati pendeta Riki. Zegen de voorganger Riki. Seluruh jajaran yang ada dalam gereja ini. Yang melayani Tuhan. Semuanya ada di dalam berkat dan pertolongan Allah. Allah pakai di zegen en in de zegen. Sebab jemaat yang hadir. Mereka pula membawa iman yang bertumbuh di dalam mereka. Mereka pula membawa kekuatan yang ada dalam kami. Mereka pula membawa kuasa. Mereka pula menerima mujizat daripada kami. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Bapak penerjemah. Bapak vertaalster. Bapak berkati. Zegen haar. Bapak urapi. Zalf haar. Selalu menyertai. Wees u altijd met haar. Apapun yang dia buat. Wat ze ook doet. Tuhan tanganmu turut campur tangan di dalamnya. Uw hand zal ook overal ingemengd zijn. Semuanya berhasil. Alles zal succesvol zijn. Karena penyertaanmu sempurna. Omdat u nabijheid volmaakt. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kami bersyukur. We zijn u dankbaar. Kami berterima kasih. We zijn van u dank. Kami percaya. Wij geloven. Apa yang kami doakan saat ini. Dat alles wat we bidden op dit moment. Kami pulang. Dat wij naar huis gaan. Kami terima jawaban. En antwoord van u ontvangen. In dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Silakan duduk, beri tepuk tangan dong. Haleluya. Yang tahu diri. Ibu Mary is ook die zegt van God die weet waar ze staat. Tadi dia katakan sebagai evangelis. Ze heeft net ook gezegd als evangelis. Dia tahu dirinya karena dia cerita ke saya. Want ze weet ook waar ze staat, dat ze mij vertelt. Dia kenal banyak hamba-hamba Tuhan. En ze kent heel veel dingen van God. Tapi kalau dia ada salah satu murid atau jemaat yang minta diberkati dan pemberkatan nikah, dia tidak akan lakukan itu, dia kasih itu salah satu gembala. Als zij een van haar leerlingen zegt, maar ook ja, ingezeten worden in het huwelijk of wat wel, omdat zij geen voorganger is, dan geeft ze dan aan een van de voorgangers om het te doen. Waarom zeg ik dan? Ik ken een beberapa evangelist. Waarom zeg ik dan? Omdat ik een aantal evangelisten ken. Ja, evangelist, dat bieden berkati pemberkatan nikah. Zij een evangelist, maar ze moet nog het huwelijk inzetten. Dia tidak punya gereja. Ze hebben geen kerk. Tapi dia berhak untuk memberkati pemberkatan. Maar zeg dat ze recht hebben om een huwelijk in te zegenen. Makanya saya belajar juga dari Ibu Mary. Daar heb ik ook geleerd van Ibu Mary. Dia tidak mau ambil bagian daripada yang sudah ditugaskan oleh Tuhan. Zij wilde niet de deelnemen van diegene die zeg maar in de taak gesteld zijn door de Heer. Seperti Raja Saul mengambil alih tugas daripada Samuel. Zoals koning Saul die eigenlijk de taak van Samuel overgenomen. Dan saya senang sekali. Saya dipertemukan dengan beberapa hamba Tuhan di restoran Angke, saudara. Ik heb een aantal dienstknechten van God ontmoet in het restaurant Angke. Tuh, restoran Angke tuh sebenarnya itu aduh. Als je dat hoort, over het laatste restaurant. Dikasih masuk di private room, hamba Tuhan semua. We worden in de privé ruimte gezet, allemaal dienstknechten van God. Dan saya muda, yang lainnya sudah senior senior. Want een van de jongste de rest waren allemaal senior. Pendeta-pendeta top semua lagi dari GBI, dari beberapa gereja. Allemaal topvoorgangers van allerlei soorten kerken. Dan salah satu adalah pendeta Tommy Mulia disebutkan ini. En eentje van die voorganger Tommy die net genoemd is. Saya kaget ketemu dia. Pak Tommy, saya zeggen. Ik was verbaasd dat ik hem ontmoet. Ik zei, oh, hoe ben je dat? Dia kaget, oh, hari ini. En hij was ook verbaasd, oh, kan ik niet. Dia adalah salah satu juga pendiri dari Jaringan Doa Nasional. Hij is ook een van de oprichters van de gebedsketting.
dan hampir semua seluruh dunia dan bahkan di Indonesia kenal yang namanya Pak Tony Blia ini. Dia pernah punya kesaksian dia kena COVID. Hij heeft ooit een getuigenis gegeven dat hij COVID had. Die ditolak di rumah sakit. Hij was er dus geweigerd in het ziekenhuis. Jadi dari rumah dia pakai gitar, dia cuma nyanyi aja walaupun dia kadang sakit. Hij is naar huis gegaan, hij heeft zijn gitaar gepakt, hij heeft alleen maar gezongen omdat hij zo ziek was. Dan Tuhan sembuhkan dia luar biasa. En de Heer heeft hem op een buitengewone manier gezien. Sama seperti Tuhan sembuhkan COVID dari Ibu Mary juga. Hetzelfde als dat Ibu Mary ook genezen was van COVID. Ya ternyata dia jago yang bisa milih durian. En die ook zo daar zo belangrijk was en dat hij kon kiezen. Dia cuma lihat, dia cium, ini bagus pak, makan. Saya sudah yang kepak, geroka, oh dia itu suku ya. Baru pertama saya dengar dan alami itu makan durian yang harganya hampir 1 kilonya 1 juta lebih. Itu 1 per kilo. Itu 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 dia tuh. Waktu saya bilang, saya makan itu juga pertama haleluya puji Tuhan. Ik heb gegeten en ik heb gezien zo'n haleluya kijk ze hier. Karena enak banget zo. Omdat het zo ontzettend lekker was. Mantap deh. Cuma sambil makan terus kan. Berapa juta nih? Apa-apa menunggu yang istri? Puji Tuhan. Dan saya ucap syukur memang saya belum saksikan. Kalau saksikan nanti pada hari ini juga semuanya dulu. Saya dilarang makan durian kalau di Belanda. Jadi itu di Indonesia. Dan di Indonesia sudah dikejar gelar durian juga saya. Saya nggak usah jelasin di negara kita ditanya sama diri sendiri. Tapi satu hal saya mau katakan, firman Tuhan yang disampaikan. Kali ini kita dengar banyak kesaksian. Tolong didengar dan renungkan baik-baik. Kadang-kadang kita berpikir, soms denken wij, saya harap bukan kita di sini, tapi ada banyak orang Kristen berpikir. Ik hoop niet dat wij dat zijn die hier zijn, maar er zijn vele Christen die denken. Ik sudah tinggal di luar negeri, karena saya juga alami waktu di Amerika. Die in het buitenland wonen, ik heb dat ook meegemaakt in Amerika. Kalau benar kesaksian ini, ya apa? Itu di Indonesia. Want als dat deze getuigen zo is, ya apa? Maar dat is in Indonesia. Beda dengan di Belanda, beda dengan di Amerika. Dat is anders als in Nederland, anders als in Amerika. Saya cuma katakan. En dan zeg ik alleen maar. Negara, benua bisa beda. Dus landen of ja, werelddelen zeg maar kunnen verschillend zijn. Tapi Tuhan yang kita semua tidak pernah beda. Maar de God die daar nog heeft is nooit anders. Dia sama. Hij is gewoon dezelfde. Tuhan itu disembah oleh orang di Amerika, orang Indonesia di Amerika, atau di Belanda, atau di Indonesia sendiri. Dus de God die aanbeden wordt in Amerika, in Indonesia of in Nederland zelf? Itu sama. Dat is gewoon dezelfde. Dan kuasa Tuhan tidak pernah beda-bedakan juga karena kamu tinggal di Belanda, kamu tinggal Amerika, di Indonesia, dikasih yang begitu begitu biasa. En in de kracht zal ook geen onderscheid gemaakt worden van jij woont in Nederland, jij woont in Amerika, jij woont in Indonesia, dus dan krijg je dit niet mee. Kuncinya tadi kita sudah dengar. Sleutel hebben we net al gehoord. Pertama, apa kita takut Tuhan? Het eerste is door de vrees van God. Dan apa kita punya pengharapan pada Tuhan? Als we moeten dus die hoop hebben op God. Kalau kita mulai pakai pikiran kita ya, ini begini, begini, kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. En als wij die gedachten van ons beginnen te gebruiken, zeg je, want het is sowieso, begin al berekenen te zijn met Heer God. Bagaimana Tuhan mau bekerja? Hoe wil de Heer God dan werken? Bagaimana kita mau alami mujizat? Hoe willen we dan een wonder ervaren? Kadang-kadang kita mau kasih tahu Tuhan, bahkan kita lebih pintar dari Tuhan. En soms willen wij de Heer laten weten hoe we het doen, en soms denken wij beter te weten dan Hem. Istilah saya dulu saya bilang King Kong melawan, jangan ya. En zoals ik voorheen altijd zei van King Kong, dan ga je tegen vechten. Artinya dalam ada film King Kong toh, itu aja wah dia menang terus artinya. Dus je kent de film van King Kong, hij was door overwinnaar. Kingnya kita, Tuhan kita nggak bisa dilawan. En dat betekent dat onze koning, de Heer God, die kun je daar. Dia adalah raja di atas segala raja. Omdat hij de koning der koningen is. Dia ciptakan saudara. Hij heeft hem geschapen. Dia ciptakan berkat untuk saudara. Hij heeft ook de zegen geschapen voor hem. Bahkan dia menentukan nyawa kita. En hij bepaalt ook onze beleving. Sebabnya jangan takut kalau mau datang sama Tuhan. En daarom als we komen tot de Heer. Mau melayani Tuhan. En u wilt de Heer bedienen. Maaf bicara. Sorry dat ik het zeg. Jadi saya ingat katanya pendeta Yakub Nauwai. Ik herinner me dan de woorden van mijn voorganger Yakub Nauwai. Jangan pakai pikiran kita. Doe het niet met je eigen denken. Harus pakai hati kita. Maar je moet het met je hart doen. Kalau pikiran kita gampang terpengaruh. Want onze gedachten is heel makkelijk om te beïnvloeden. Tapi kalau hati kita punya hati yang tulus. Maar als wij een hart hebben, kunnen we op het hart. Waktu kita datang pada Tuhan. En op het moment dat we tot de Heer komen. Tuhan
pasti juga lakukan sesuatu yang dahsyat. Kalau Heer ook zegt iets geweldigs over ons. Dat is het getuigenis van de bemerking die we hebben gehoord. Dan proberen we operatie. Om die geopereerd te worden, de hand is genezen. En de berkat Tuhan. Dus een zegen van God. Bukan untuk dia sendiri, tapi dia bagikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja-gereja. Niet voor zichzelf, maar zijn deel van de dienstrechten van God en ook een andere kerken. Jadi intinya adalah. Dus daar in feite om gaat. Kalau kita mau mengalami mujizat, mengalami apa yang tadi sudah kita dengar. Dus als wij willen ervaren die wonderen, als we voor alles wat we net hebben gehoord. Mau mengalami Tuhan. Willen de Heer ervaren. Biar kita mau berserah sepenuhnya pada Tuhan. Laat ons dan volledig willen overgeven aan de Heer. Walaupun kita di Belanda, ondanks dat we hier in Nederland zijn, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang sama. En de God die wij aanbidden is dezelfde God. Tuhan yang Ibu Mary sembah juga. Ook dezelfde God die Ibu Mary aanbidden. Haleluya. Haleluya. Hari kita bangkit berdiri. Laat ons opstaan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ya, aku percaya tadi di sini. Aku punya Tuhan yang besar. Waktu kita nyanyikan hujan ini. Oke, okay, jadi sini. Nyanyikan tentang sungguh-sungguh dan imani dan amin. Sungguh serius dan geloven dan zeggen amin. Dan saya harap kita hanya di sini, maksudnya waktu di ruangan ini setelah keluar kita udah nggak percaya lagi. Kau bukan tetap lemah hidup di sini, kerana kalau susah kebaikan, kalau geloof, mari. Kau hidup karena percaya. Kau hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Mungkin iman yang biasa-biasa. Sehingga mungkin tidak bisa melihat dan mengalami mujizat. Mungkin kami merasa bahwa kami punya iman, bahwa sebenarnya Tuhan kami tidak memiliki iman. Terus Rabbi Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Abang. Dank u wel, Heer Maria, voor het woord wat het doorgegeven door uw dienstknecht. Kembali mengingatkan kami kembali. Ons weer op mijn oor heeft zijn hart. Bahkan mungkin juga satu teguran. Of misschien dezelfde verbaning. Karena mungkin selama ini kami terlalu memandang
enteng, remehnya kehidupan kami, bahkan menganggap enteng atau rendah terhadap iman kami. Of dat we misschien ons leven te lichtvattig hebben opgenomen, Heer, of misschien te lichtvattig over ons geloof hebben gedacht. Atau mungkin karena pikiran kami atau dunia yang sudah menawarkan kami hal yang indah. Of misschien Heer, dan onze gedachten, Heer, of de wereld die ons allerlei mooie dingen aanbiedt. Sehingga kami tanpa sadar atau kami sadar kami tidak menggunakan iman kami lagi. Zodat we onbewust misschien Heer, ons geloof niet meer hebben gebruikt. Dan hari ini Tuhan. Daarom vandaag, Heer. Engkau berbicara kembali kepada kami. Heeft u wederom tot ons gesproken, Heer. Melalui hambamu, Ibu Mary Desma. Via uw dienstknecht, Ibu Mary Desma. Biarlah Tuhan engkau bangkitkan iman kami kembali. Ya, mau zo zijn dat u ons geloof weer opwekt. Dan kami mau aktifkan iman kami. En wij willen ons geloof weer activeren. Bahkan kami memiliki pengharapan yang luar biasa terhadap En we willen dat we werkelijk een buitengewone geloof hebben en hoop hebben op u, Heer. En wij willen een salah satu kunci ini. En wij willen die ene sleutel, een van die sleutels vasthouden. Bagimu tidak ada yang mustahil. Voor u is niets onmogelijk. Bagimu tidak ada yang mustahil. Voor u is niets onmogelijk. Bukan apa kata orang. Het is niet wat mensen zeggen. Tapi apa kata Tuhan. Maar wat u zegt, Heer. Ada banyak orang melemahkan iman. Als er vele mensen zijn die ons geloof doen afzwakken. Bahkan mengoncangkan iman. En misschien ons geloof aan het wankelen brengen. Biarlah kami mengingat firman Tuhan pada hari ini. Mogen wij ons nog gedenken hier in het woord van vandaag. Bahkan pujian tadi kami nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. En ook het loslaten die we net hebben gezongen, ik heb een grote God. Kalau kami punya Tuhan yang besar, maka iman kami pun harus besar. En als wij een grote God hebben, dan moeten we ook een groot geloof hebben. Berkati hambamu, Ibu Mary Desma, yang telah menyampaikan isi hati. Zegen u niet met Ibu Mary Desma, die de inhoud van uw hart heeft doorgegeven. Bahkan terus pakai dia di mana pun dia berada. U zult haar doorgebruiken, Heer, waar ze ook al zijn. Apapun yang dilakukan untuk kemuliaan namamu, Tuhan. Wat ze ook doet, Heer, is toch heerlijke van uw naam. Kau berkati dan kau sertai perjalanan hidup daripada hambamu. Heer, wilt u haar zegenen, wilt u met haar zijn in het leven, zonder van deze dienst. Juga untuk keluarganya. En ook voor haar familie. Anak-anak, menantu dan cucu-cucunya. Kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen. Berkati Tuhan. Zegen hen, Heer. Berkati pelayanan Ibu Mary juga. En zegen ook de bediening van Ibu Mary. Supaya namamu tetap ditinggikan dan dimuliakan. Zodat uw naam verhoogd mag worden en verheerlijkt. Kami juga berdoa untuk jemaat yang hadir saat ini. En uw dienst heb ik ook voor de gemeenteleden die aanwezig zijn op dit moment. Maupun yang mengikuti ibadah kami melalui online. En ook degene die nog niet online meedoen. Terima kasih Tuhan kami disadarkan dan diingatkan. Dank u wel, Heer, dat u ons weer bewust heeft gemaakt en vanavond heeft herinnerd. Biarlah kami mau berjalan sesuai dengan iman kami. Dat wij mogen wandelen in gelijk ons geloof. Dan kan u amini apapun juga yang kau katakan pada kami. En willen wij weer een amen zeggen, Heer, op dat wat u ook allemaal tot ons zegt. Berkati jemaatmu, Tuhan. Zegen uw gemeente, Heer. Berkati usaha mereka. Zegen hun zaken. Berkati pekerjaan mereka. Zegen hun werk. Berkati studi atau pendidikan mereka. Zegen hun studie of opleiding. Berkati kota di mana mereka tinggal. Zegen de stad waar ze wonen. Berkati keluar masuknya mereka. Zegen hun ingang en uitgang. Berkati lubung-lubung mereka. Zegen hun schuren. Berkati keluarga mereka masing-masing. Zegen ook ieder familie. Berkati rumah tangga mereka masing-masing. Zegen ook ieder gezinsleven. Berkati kehidupan mereka pribadi dan masuk pribadi. Zegen ook ieder persoonlijk leven. Janjimu Tuhan. Uw belofte, Heer. Kalau mereka dengan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak dan perintah. Dat als ze serieus Heer al uw wil doen en uw geboden. Maka tempat bahwa mereka naik terus tidak akan turun. Dan zult u door de grond gaan en nooit neergaan. Dan kau jadikan mereka generasi kepala tidak pernah ikut. Die maakt een generatie van het hoofd en dood van de staart. Cuman ini kasih Tuhan. Lieve gemeente des Heeren. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam Bapa. Ga heen in de vrede van God de Vader. Terimalah berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa. En ontvang deze overweldigende buitengewone zegen des Heeren. Dengan mengangkat kedua tangan kita. Bewijk uw handen op te heffen. Dan terimalah berkat Tuhan. En ontvang de zegen des Heeren. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. De Heer geeft u een zegen en bescherming. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Melalui anaknya Yesus Kristus. Dan untuk penuhan kepada Roh Kudus. Kita sebagai jemaat Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan bersama-sama. Wacht op de wederkomst van Heer Jezus Christus op de wolken. Untuk menjemput kita. Om ons op te halen. Bahkan memerintah bersama-sama dengan kita. Zelfs samen met hem te regeren. Maranatha. Maranatha. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Tuhan memberkati. Hunting praises to your name.